Woensdag 4 september. Dit is u vandaag. Kunnen dorpen de leegloop nog tegenhouden? Vakantie voorbij, herfst begonnen, maar het is hartstikke zomer. En de boodschappen die we achterlieten op de wc zijn nu gebundeld in een scheurkalender. Goedenavond. Goedenavond. Er lijkt maar geen eind te komen aan het geblunder bij het Openbaar Ministerie. Een zaak tegen 3 verdachten moest vanochtend worden uitgesteld, omdat hun advocaten niet wisten dat de zaak diende. We praten zo over de problemen bij het OM met onze misdaadkenner Jacques Broeren. Maar nu eerst het andere nieuws van vandaag. De autobrand die vannacht woedde in Zeist lijkt te zijn aangestoken. De brandweer kon de wagen niet meer redden. Het staat nog niet vast dat het opzet was, maar daar lijkt het volgens de politie toch wel heel sterk op. Het is de zoveelste autobrand. Dit jaar vlogen er in Zeist al tientallen in brand. Inwoners van de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug zijn kritisch over de gemeente. In een onderzoek van TNS Nipo geven ze burgemeester Naafs, de wethouders en de raadsleden een krappe 6. Meer dan de helft van de inwoners vindt dat hun dorp er bekaaid vanaf komt. Alleen Doorn zou genoeg aandacht krijgen, maar daar staat dan ook het gemeentehuis. De bestaande woonwagenkampjes in Utrecht worden voorlopig niet uitgebreid. De gemeente vindt 137 standplaatsen meer dan genoeg. Ook maakte Utrecht vanochtend bekend dat overlast op woonwagenkampen samen met de politie actiever wordt bestreden. De VVD in Amersfoort dringt aan op snelle maatregelen tegen de criminaliteit in en rond Park Schothorst. Aanleiding is de beroving van een meisje vorige week, maar eerder waren er ook al incidenten. De VVD pleit nu voor de inzet van lokagenten en mobiele camera's. Vorig jaar werd een plan voor camera's in Park Schothorst nog afgewezen. In steeds meer dorpen klagen inwoners over de voorzieningen. Alles lijkt minder te worden. Winkels, scholen die sluiten, bushaltes opgeheven, banken die hun pinautomaat weghalen, hoor je ook steeds meer. In Everdingen in de gemeente Vianen willen ze geen spookdorpje worden. Daar hebben inwoners het heft in eigen hand genomen. Ze hebben een stichting opgericht om te voorkomen dat Everdingen nog verder leegloopt. We hebben geen bus, we hebben geen winkel, we hebben geen pinautomaat meer. Wat anders zou je hier nog willen hebben? Er is niets. Het zou heel fijn zijn als er een plek zou zijn waar mensen elkaar weer zouden kunnen ontmoeten. En een babbel kunnen maken, op koffie kunnen drinken. En ja, weer iets hebben waar ze even naartoe kunnen. Dat is er op het moment gewoon niet. Geen bakker, geen groenteboer en zelfs geen buurtwinkeltje. Everdingen loopt letterlijk leeg. Toen vorige maand de pinautomaat ook nog eens uit het dorp verdween, kwamen de inwoners in opstand. Ze willen iets te doen hebben in het dorp. Een winkel, een bibliotheekpunt, een ontmoetingspunt, een koffiecorner, een pinautomaat. En dus slaan de inwoners de handen ineen om die faciliteiten terug te halen naar het dorp. Van de gemeente mogen ze de leegstaande lokalen in deze basisschool daarvoor gebruiken. En dan zouden we in het midden de stellingen kunnen hebben voor de kruidenierswaren. Ja, dat lijkt me goed. En dan zou je achterin misschien nog wat frisdrank en zo kunnen hebben. En dan kunnen we hier mooi bij de uitgang zorgen dat de kassa is. En de eerste stap is al gezet. Vanmiddag is in de half leegstaande basisschool een kinderbibliotheek geopend. De stichting wil hier binnenkort ook boeken voor volwassenen gaan uitlenen. De gemeente Vianen gaat de inwoners helpen om zoveel mogelijk voorzieningen terug te krijgen. Want als er niets is, wil bijna niemand hier straks meer wonen. Er is hier in de afgelopen jaren bijna geen woningbouw geweest. En wat je nu ziet is dat dit dorp heel langzaam begint te krimpen. En dat maakt het extra moeilijk om die leefbaarheid in de lucht te houden. Begin volgend jaar moet de nieuwe buurtsuper in de school opengaan. Tot die tijd gaat de stichting op zoek naar sponsoren. Er is tussen de 50 en 100.000 euro nodig. Dat is een hoop geld, ja. Ja. Dus wij zijn echt, we moeten echt fondsen gaan werven om dit voor elkaar te boksen. Zagen de wethouder, de gemeente Vianen juicht de plannen van de stichting toe. Maar subsidie hoeven ze niet te verwachten. Ja, voor weer mensen is de herfst al begonnen, maar hier in Utrecht is het nog op en top zomer. De komende dagen 25 graden en misschien wel 30. Het is een bonusweek, want het was al zo'n goede zomer. Ja, en zo zien de zwembaden in de regio het ook. Het Bosbad in Amersfoort bijvoorbeeld, dat zou eigenlijk nu al dicht zijn, maar ze hebben nu toch besloten om nog maar even open te blijven.
Snel het handdoekje neerleggen en dan hup het water in. Op zo'n warme dag als deze is niets lekkerder dan af te koelen in de buitenlucht. Eigenlijk was het bosbad in Amersfoort al gesloten. Maar vanwege de hitte kan er nog een week langer worden gezwommen. Ja, heerlijk zo, hè? Zo kunnen we lekker genieten. Toch? Lekker krantje mee, even een duik nemen straks. Broodje mee. Zwemmen is heel leuk en vooral als het dan buiten is, want dan heb je ook lekker, dan kun je ook lekker in de zon zitten en zo. Het is echt, het is echt genieten. Met volle teugen. Wij blijven nog even open omdat het weervoorspelling helemaal geweldig zou zijn. 25 graden, blauwe lucht en gewoon lekker warm. Dat, we mogen de mensen niet opnemen om nu nog even te komen genieten. Het was een goed jaar voor de openluchtzwembaden. Door de vele zomerse dagen was het druk. Nu hebben we een lange periode van mooi weer achter elkaar gehad. Zo 10, 12, 15 dagen. En dan komt de loop vanzelf. En dat hebben we afgelopen jaren wat gemist. En dit jaar is het top. Hittegolf is bingo. Dit weekend verwacht het bosbad de 60.000ste bezoeker van het seizoen. En die wordt door het zwembad nog eens extra in het toch al volop schijnende zonnetje gezet. Die krijgt bloemen, die krijgt een mooi cadeau waar hij het volgend jaar plezier van heeft. En waar wellicht verzinnen we nog iets leuks bij. Die zegt van nou, dit is echt wel bijzonder. 50.000 was leuk, maar 60.000 is bijzonder. Dus dat bijzondere, daar gaan we nog een bijzonder tintje aan geven. De vaste bezoekers kunnen dus nog lekker een extra weekje zwemmen in het bosbad. Heerlijk, ja, dat is echt genieten nu. Heerlijk, ja. En we staan ook om 1 uur voor het hek. En ook zwembad Deinzelburg in Zeist en de Zoer in Driebergen hebben besloten om vanwege het mooie weer langer open te blijven. Zometeen luxe logeren, chic slapen, deftig dutten op Kasteel De Haar. En de boodschappen die we achterlaten op het toilet zijn nu gebundeld. Eerst is hier, zoals elke woensdag, Sagarko Broeren. Zometeen weer te zien in een nieuwe bureau Hengeveld. En je hebt een nieuwe baan, hè, Sagarko? Ja. Bij Omroep Flevoland ook. Inderdaad, ja, bijzonder. Ik heb er heel veel zin in. Dat maar is leg even uit, hoe zit dat? Ja, bureau Flevoland. Bureau Flevoland, inderdaad, ja. Dat heeft alles te maken met de invoering van de nationale politie per 1 januari. Hè. De korpsen Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland zijn sindsdien samengevoegd tot politie Midden-Nederland. Bureau Flevoland en bureau Hengeveld maken sindsdien gebruik van dezelfde politiewoordvoerders. Die zit hier dus al in de studio. Omroep Flevoland dacht toen, waarom laten we dan ook niet gewoon bureau Flevoland maken door RTV Utrecht? Want ja, die voorlichter die zit hier al, allemaal veel makkelijker, niet meer zoveel gedoe. Ja. Ook goedkoper, dus gaan we gewoon doen. En gelijk een goede presentator. Maar waar is Klaas Wild in gebleven dan? Ja. Die heeft het inderdaad jarenlang gepresenteerd, ja, maar die, ik volg hem dus op. Oh. Heel goed, maar voor de duidelijkheid, je blijft gewoon bij ons bureau Hengeveld doen. Absoluut. En ook bureau Flevoland. Ook bureau Flevoland. Het wordt hier gemaakt. Zo zit het goed in zo. Elkaar. Over samenwerken gesproken. Het parket Midden-Nederland, of eigenlijk Utrecht, werkt sinds kort ook samen met Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Ja. Afdeling, zeg maar, het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. Maar er vallen dingen tussen de bureaus, hè. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Sommige mensen die noemen het echt een chaos. Het nieuwe OM Midden-Nederland heeft echt moeite om alle werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten. En 3 vrij grote organisaties die nu dus samen moeten werken. Gaat niet helemaal lekker. Administratie loopt gewoon een beetje stroef allemaal nog. Ja, en daar komen dus fouten uit voort. Vanmorgen bijvoorbeeld nog stonden of was er een zaak gepland tegen 3 vermeende ecstasyhandelaren. De OM was vergeten dus om die advocaten van die verdachten op tijd een seintje te geven dat die zitting dus vandaag was. Ja, nou ja, allemaal lastig. Die zaak moet nu dus weer worden uitgesteld. Het OM baalt hier zelf natuurlijk ook heel erg veel van. De rechtbank baalt hiervan. De advocaten balen ervan. Nou, morgen staat er een gesprek tussen die 3 partijen gepland. Ja, in de hoop dat ze er samen een beetje uitkomen. En het OM zal dan beloven, ja, dat ze echt alles aan doet om eruit te komen. Ja, en de bekende Utrechtse advocaat Willem-Jan Ausma is hier ook geërgerd over dat geblunder, om het zo maar even te zeggen. Jullie starten vandaag een serie met hem, hè? Ja, en het gaat nou niet per se allemaal over dat geblunder. Nee. Maar het is gewoon een hele goede advocaat, een hele bekende advocaat die grote zaken heeft gedaan. En we hebben Sanne me gevraagd van, zou het leuk vinden om een serie met ons te maken? Nou, dat zag hij zitten. Elke bureau Hengeveld laten we een aflevering zien. En we zien dus hoe hij te werk gaat, hè? De verdediging van verdachten. Hoe zit het nou precies? Ja, hij heeft grote zaken. Bijvoorbeeld momenteel loopt de zaak tegen de moeder van Mirjam Aberkan. Die moeder die heeft haar dochter neergestoken. Meisje Nelson Stijn, hè? Juist, ja. Ausma die verdedigt dus de moeder. We krijgen een heel aardig kijkje in de keuken van hoe dat nou allemaal werkt. We hebben een klein fragment. Kijk even mee. Bureau Hengeveld biedt een uniek inkijkje in zijn werk. We zijn bij gesprekken op kantoor,
Daar wil ik toch wat van zeggen. Hè. En dan hoop ik ook dat de rechtbank ook daar wat mee doet. We zijn in de cel. Moeilijk, hè? Ja. Maar ik denk dat we het zwaarste nu gehad hebben. En natuurlijk in de rechtszaal. Ik vraag uw rechtbank dan ook vrij te spreken van de opzet op de dood van Mirjam. Bijzonder. Ja, het is echt een hele mooie serie geworden. Je moet echt kijken. Verslaggever Remco Andringa, die is dus meegeweest met Ausma, heeft er iets heel erg moois van gemaakt. Ik zou zeggen, zeker kijken. Zometeen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Maar eerst gaan we Utrechts nieuws behandelen uit andere media. Ja, chaos op de A12 bij Veenendaal. Want hoe hard mag je daar nou eigenlijk? Het is niet heel goed te zien, maar op de borden staat dat je hier 120 mag overdag. Dus ja, automobilisten denken dat dat de maximumsnelheid is. Heel logisch, maar wel fout, meldt autoblog.nl. Je mag hier maar 100. En wie het gaspedaal toch verder intrapt, die wordt even verderop bij Woudenberg gewoon genadeloos geflitst. Veel boosheid en irritatie dus ook op de website van mensen die al een boete hebben gekregen. Maar de politie heeft gezegd, als u nou een bekeuring krijgt, dan mag u gewoon bezwaar indienen. Ja, en of Rijkswaterstaat die borden een keer gaat aanpassen, dat staat dan weer nergens. Wat heel logisch is, want het is toch ook onoverzicht met die plusstroken, die spitsstroken, ja. Dan 120 en tussen de 7 en, weet je? Raar verhaal. Niet te doen. In een dubbeltje op zijn kant, een stel uit Amersfoort dat worstelt om het hoofd boven water te houden. Floor en Henk zitten diep in de schulden, 35.000 euro, en komen er zelf niet meer uit. Een flinke huurachterstand en bergen onbetaalde rekeningen. En hun relatie staat ook nog door de problemen behoorlijk onder druk. Presentator John Williams helpt de twee bij het zoeken naar een baan en de boel weer financieel op de rit te krijgen. Ja, en aan het eind van de uitzending zien we weer twee blije gezichten. Mooie tv. Ze gaan er wel weer uitkomen als ze het samen de schouders eronder zetten. Nog meer fijne televisie. Gisteravond De Wereld Draait Door, want daarin was Martine Bijl uit Maarsen te gast. En ze praten daarin over het succes van Heel Holland Bakt. Het programma van Max, opgenomen in Leersum, dat zij presenteert natuurlijk. Bijl geeft eigenlijk niet zo vaak interviews, eigenlijk nooit. Maar ja, bij Matthijs was ze verrassend openhartig, kunnen we rustig zeggen. Ze vertelde dat ze zelf eigenlijk helemaal niks had van tevoren met bakken. Ze zag het helemaal niet zitten, het programma. Maar toen omroepbaas Jan Slachter haar uitnodigde in het Amstel Hotel, dacht ze, nou, daar ga ik misschien toch maar eens naartoe. En toen had hij een taart laten aanrukken met haar naam erop. En toen ging ze toch voor De Bijl. En dat presenteren, dat doet ze heel charmant. Hè? In ieder geval zo charmant dat er elke week meer dan 1 miljoen mensen hebben gekeken. En volgend jaar zomer, dan komt Heel Holland Bakt weer terug op tv. En weet je wat zo leuk is? En dan zegt ze altijd, klaar voor de start, bak! Voor de derde dag op rij gaan we naar kasteel De Haar in Haarzuilens. Maar deze keer omdat u het wilde. De slaapkamergeheimen van het kasteel zaten gisteren namelijk in de keuze van de kijker. En ja, u houdt dus van kastelen. Dat kunnen we rustig concluderen. Nou, deftig doet het dus. Voor het eerst in 100 jaar kun je de slaapkamers van de Baron zien en de logeerkamers van wereldberoemde gasten in de jaren 60. John Collins, Roger Moore en Brigitte Bardot. En hier is dus volop de stijl Rothschild te zien, die de internationale hotel- en comfortstijl was. Elaine Montijn is historica en schrijfster. Ze heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het bed in het Nederlandse interieur. Maar er was veel meer personeel. Ja, er kwam ook personeel uit het dorp en er waren tuinlieden. Dus al met al zullen er zeker 20, 30 man personeel zijn geweest. Ze is vandaag tijdens de opening uitgenodigd om te vertellen over de slaapkamers van de baronale familie van Zuylen van Nijenveld van de Haar. Dit is de slaapkamer van baron van Zuylen. Dit is een mannenslaapkamer. Ook al zullen sommige mensen gevonden hebben dat het wel veel krullen zijn voor een man. Maar dat hoorde nou eenmaal bij die stijl. Tot nu toe was het niet mogelijk om de slaapkamers te bekijken. De familie kwam nog ieder jaar in september naar het kasteel. In 2011 overleed de baron en sindsdien zijn de kamers in september leeg. En het kan nu. We hebben de ruimte voor en de tijd. En ja, het is gewoon heel leuk om dat aan mensen te laten zien. Het is zonde als de deuren dicht blijven. Ik vind hier die schilderingen op het plafond ook zo schattig. Yves Saint Laurent, Brigitte Bardot en Roger Moore zijn zomaar wat namen van gasten die ooit in een van de slaapkamers verbleven. Dit was de kamer waar de zuster van Teddy van Zuylen graag logeerde. Hoe heette ze ook weer? Marie-Hélène van Zuylen. En in de kamer hiernaast sliep dan vaak haar goede vriend de Alexis Baron de Redé. Terwijl haar man, want ze was getrouwd, die sliep dan in het Châtelet. De dochters van de baron hebben nog steeds het recht om in september op het kasteel te komen wonen. Mocht dat zo zijn, dan laten ze dat zeker een jaar van tevoren weten.
Hoe dan ook is het kasteel elke dag open sowieso. En deze tentoonstelling met slaapkamergeheimen is er nog tot eind november. 3 maanden dus ongeveer. Suzanne staat klaar met 3 nieuwe kandidaten voor de uitzending van morgen. Ja, we beginnen met Kasteel de Haar. Nee, dat is een grapje. De eerste optie is een reportage over het Baarns Lyceum. Die school die bestaat namelijk 95 jaar maar liefst. En het wordt gevierd. De leerlingen en ook een paar docenten gaan tobben dansen in de vijver bij de school. En dat betekent dat ze in een zelfgemaakte schuit van een schans van 6 meter afroetsen en dan proberen een bel te luiden. U kent het van talentenzenen in de lucht vast wel. Optie 2, ja, het is heerlijk nazomeren momenteel. En wat is het dan fijn om met een goed boek in de tuin of op het terras te luieren? In de Utrechtse jaarbeurs is het boekenfestijn aan de gang. Nou, u heeft wel wat beters te doen. U mag lekker thuis blijven. Onze verslaggever gaat voor u op zoek naar een mooi boek. En de laatste optie, een deel van de collectie gapers van het Drogisterijmuseum in Maarsen gaat onder de hamer. Het museum is failliet en de meeste spulletjes gaan naar een museum in Noord-Brabant. Een gaper werd vroeger gebruikt als uithangbord van apothekers. Het is een hoofd met een open mond, niet om te gapen, maar om een medicijn in te nemen. Dit waren de opties. Je kunt dus kiezen uit een veiling, een boekenbeurs of tobbedansen. En op onze website kunt u aangeven welk onderwerp u terug wil zien in de uitzending van morgen. 2 Utrechters hebben een bijzondere scheurkalender gemaakt die vanaf vandaag in de winkel ligt. Met tekeningen en teksten die ze tegenkwamen op wc's. En dat gaat veel verder dan schunnige taal en poep en pies. Nee, ze kwamen hele diepzinnige one-liners tegen ook. En op sommige muren staan hele discussies met tientallen deelnemers. Het mooiste en het beste is nu gebundeld door Hans en Guido, inmiddels zeer ervaren pottenkijkers. Kladblok, potlood, kijken of er nog nieuws aan de muren staat. Guido van Eck kent zo'n beetje alle cafés van Utrecht. En dan vooral het kleinste kamertje van de kroeg. Maar ook de wc's van de Universiteit Utrecht vormden een bron van inspiratie voor hun scheurkalender. Ja, altijd op zoek naar nieuw materiaal. Hè? Het is een hobby, een onuitputtelijke hobby, kan je zeggen. Dus altijd wat nieuws om mee te nemen. Het is niet alleen uit baldadigheid dat Van Dalen de teksten op de muur kalken. Er vindt met regelmaat ook een discussie plaats op hoog niveau. Hier begint bijvoorbeeld iemand met, als je dit leest, heb je een klein pikkie. Anders was je wel in het urinoir gaan pissen. Daarop reageert iemand, of hij is zo lang dat hij anders in het urinoir valt. Pijltje, of ik moest gewoon poepen. Guido verzamelde samen met een vriend de leukste wc-teksten en stapte naar een uitgever. Die was wel te porren om er een scheurkalender van te maken. Hij vond het wel spannend volgens mij. We hebben het natuurlijk wel een beetje uitgebalanceerd. Hier en daar moet je iets schunnigs, iets grofs doen, omdat het anders niet geloofwaardig is. Kijk naar de voorkant. Het is gewoon vies soms, maar het blijkt toch, als je er beter naar kijkt, dat je toch ook wel soms een politieke discussie tegen. Soms komt er iets over religie voorbij. Soms gewoon iets wat heel erg grappig is. Soms tekeningetjes. Eigenlijk van alles. Wie deze mysterieuze wc-schrijvers zijn, blijft de vraag. Ze laten zich niet gauw zien. Maar ik vind het wel leuk dat het gebeurt. Want ondanks dat ik het zelf niet durf, vind ik wel leuk dat andere mensen het doen. En heb jij wel eens wat op de wc gekookt? Nou, eigenlijk niet. Geen tijd voor als ik op het toilet zit. Dan doe ik andere dingen. Nee, kijk, als je op die wc zit, dan moet je natuurlijk wel wat te lezen hebben. Het moet wel een beetje leuk blijven. En als er dan alleen maar lieve teksten staan, dan verveelt dat al gauw. Dus je moet er wel eens wat gênants tussen zetten om het leuk te houden. En de kroegen zijn er lang niet altijd blij mee. Bij Café België in de binnenstad wordt het muurschrijven gedoogd, maar er zijn grenzen. Ja, er zijn ook mensen die dingen erop schrijven die je er niet wil hebben. En dat is natuurlijk heel vervelend en die worden natuurlijk ook meteen weggehaald. En überhaupt wordt hier eens in zoveel tijd bij Café België de deuren weer opnieuw geschilderd. En dan is het weer een blank blad. Dan kan iedereen weer tekeer gaan, want het gebeurt toch namelijk, je houdt het toch niet tegen. Wie dus nu, gewapend met een stift, zijn best gaat doen, kan maar zo in de volgende editie van To Pee or Not To Pee komen. Eeuwige roem, met een luchtje. Oh, heb jij wel eens gedaan? Het is vandalisme, dat was een edding. Ja. Dan gaat het niet meer af. Maar heb jij nou wel eens gedaan? Nee. Nee, ik ook niet, natuurlijk niet. Echt niet. De scheurkalender is dus nu al te koop, maar je kunt hem natuurlijk vanaf 1 januari, dan begint hij, hè? Dan moet je hem gebruiken. Precies, en als papier op is dan. Ja. U krijgt tot zondag het weer. Vanavond is er weinig bewolking en wind en het koelt af tot 16 graden. Morgen zonnig en warm, weinig wind en het wordt dan wel 28 graden. En vrijdag is het ook nog aangenaam, maar in het weekend is er kans op regen en ook onweersbuien. Dat was het, maar blijf kijken. Zometeen op deze zender een nieuwe aflevering van Bureau Hengeveld. Scharko, heb je nog een spannende teaser? Nou, we gaan het bijvoorbeeld hebben over 3 mannen die make-up stelen uit het kruidvat in Drieberg. Ja, wat zou ermee moeten? Maar ze staan in ieder geval op bewakingsbeeld, dus hopelijk worden ze herkend. Oké, bedankt. En u bedankt voor het kijken. Fijne avond. Tot morgen, dag.